Mijn naam is Peter van der Veen en ik verzamel instantcamera's. Aan het einde van de 19e eeuw werd fotografie volwassen en een ware kunstvorm. Het was al lang bekend dat, als licht door een kleine opening in een verduisterde ruimte valt, er een beeld zichtbaar wordt, de camera obscura. Kunstenaars maakten hiervan gebruik door in een tent of verduisterde ruimte een onderwerp over te tekenen en later in te schilderen. Begin 20e eeuw werd portretfotografie razend populair. Al snel werden de afbeeldingen kunstwerken door te experimenteren met licht en schaduw. De afbeeldingen vonden niet zelden hun weg naar portretgaleries. Veel materiaal is bewaard gebleven en geeft ons een beeld van de afgelopen 150 jaar, zoals hier, Trafalgar Square. Dankzij George Eastman werd fotografie voor de leek bereikbaar. Wel moest de film terug naar het laboratorium om ontwikkeld te worden. Hierin kwam verandering nadat Edward Land, een chemicus, de instantcamera bedacht. In Almere woont Peter van der Veen. Wij waren bij hem te gast en hij vertelt enthousiast over zijn verzameling instantcamera's. Ja, ik vond die instantcamera's en vooral die van Polaroid vond ik zeer imposant. Het waren grote apparaten. Er kwam kant-en-klare foto uit. Ja, dat vond ik echt interessant. Dat zomaar kon. Dit is de eerste camera die uitgebracht is. De bedenker en de uitvoerder hiervan was meneer Lent. Die woonde vroeger in Amerika. De camera is eigenlijk tot stand gekomen doordat zijn dochter op een gegeven moment vroeg van papa, wanneer kan ik de foto's die gemaakt zijn nou eens zien? De man zelf was chemicus en had enorm veel verstand van camera's en techniek. En die is toen een heel nieuw systeem gaan ontwikkelen om een foto direct klaar uit de camera te krijgen. De allereerste instantfilms waren geen pakfilms of integraalfilms zoals we die op het ogenblik kennen, maar rolfilms. De rolfilm bestond uit twee rollen. Eén rol was de negatief en één rol was de positief. Met op de strook om iedere foto heen een capsule met chemicaliën. Als de foto genomen werd, dan werd het negatief belicht en kon men door middel van de strook die uit de camera stak, de foto naar buiten trekken. Op het moment van uittrekken van de foto werd de capsule opengedrukt en verspreidde de vloeistof zich over de film heen. En na ongeveer een minuut had je dus een schitterende kant-en-klaar film. De allereerste films waren sepia films, die waren een beetje bruinig. En in 1950 is men overgegaan naar zwart-wit. Pas in 1963 kwamen de kleurenfilms erin, de rolfilm kleurenfilms. Voor de camera's die toen nog geen kleurenfilms konden hebben, de oudere dus, had men een fotoelectric shutter gemaakt met een aparte sluitertijd, een diafragma, waardoor men kleurenfoto's kon nemen op de oudere camera's. De allerlaatste rolfilmcamera was de wereldberoemde Swinger 20. Deze camera is echt met miljoenen verkocht. En na deze film is men pas overgegaan op de zogenaamde pakfilmcamera's. De beroemde cassettes waaronder u ze kent. Ik zal even zo'n camera laten zien. Dit is het model waar de meeste pakfilmcamera's uit bestonden. De cassette ging gewoon achterin. Werd erin geschoven. Twee batterijtjes en 1,5 volt erin. Dicht en u kon foto's maken. Na de gewone kunststof pakfilmcamera's kreeg men de wat meer professionele automatics. Deze automatics werden ook met miljoenen verkocht. Er gingen ook een gewone cassette in. Op deze waren enkel ook lensjes te zetten. Hij was in afstand herstelbaar. Kon een aparte flitser opgezet worden. Een timer en andere accessoires. Dit is de beroemde Europese SIP-camera waar ook een gewone cassette in ging. En deze camera die was zeer gewild en die is ook echt met miljoenen verkocht. Bijna iedereen kent deze camera wel. Nou, dat had voor een hele hoop mensen hele leuke voordelen. Want met zo'n film hoefde men bijvoorbeeld helemaal niet naar de centrale toe om ze te laten ontwikkelen. Men kon foto's maken op elk gebied wat men wilde.
Dit is bijvoorbeeld een film, dat heet een partyfilm. Maar dat is een heel leuk voorbeeld. Op parties gebeuren wel eens dingen waarvan je zegt, nou, durven niet te laten ontwikkelen. Aan deze kant staan dan bijna alle camera's met SX70 films en 600 films. Dat is allemaal ontstaan begin jaren 70, toen het DLN nieuwe films ontwikkeld, inclusief batterij. In deze filmpack zat aan de ene kant 10 films en aan de andere kant zat een plat batterijtje. En als de films op waren, geen nood, de batterij kon even goed nog gebruikt worden. In een radiootje. Wat we hier hebben is een zeer beroemd fototoestel. Dat is gepresenteerd in Parijs in 1972. Gaat een SX-70 film in. Maar helemaal automatisch. Kan helemaal inklappen. In de binnenzak. We hebben hier op zich een hele leuke camera. Helemaal inklapbaar ook. Helemaal plat. Alleen met een heel klein formaat foto. De Europeanen vonden dit formaat foto een beetje te klein. Waardoor ze niet verkocht werden in Europa. Polaroid heeft naar verluid besloten toen om de partij over te doen aan China. Men zat toen de tijd hier met een hele hoop batterijtjes die men niet meer gebruiken kon. In de eerste instantie heeft men daar een zaklantaarn van gemaakt. Hier onder andere met leuke reclame van de Spice Girls. Fotootjes van de Spice Girls erop. En een schitterend mooi lichtje erin. Deze zaklantaarn gaat 4-5 jaar mee. Deze hele zware camera met een rolfilm achterwand. Die werd na verluid gebruikt om te fotograferen vanuit vliegtuigjes en vanuit militaire voertuigen. Dit is een hele leuke camera van Kodak. Hele grote bedrijven gebruiken ook vaak camera's om hun reclame erop naar voren te laten komen. En dat is wel vreemd dat het vooral gebeurde bij kant-en-klaar camera. Want zowel Polaroid als Kodak hebben reclame op hun camera's gehad van andere grote bedrijven. We hebben hier nog een hypermoderne camera van de Fuji. Die zit in Japan. Ook een gewoon kant-en-klaar camera systeem. Ongeveer als Polaroid. Enkel ja, puur eigen modellen. Ze maken zelf hun films. Op zich een best een hele mooie camera. Mensen zien we hier boven het een en ander over portretcamera's, de zogenaamde pasfotocamera's. Polaroid is ooit begonnen met een 2-lenscamera, 4-lenscamera en zelfs een 6-lenscamera. Die in de loop der tijden altijd iedere keer weer iets beter werden. En zelfs de tandarts. Die fotografeerde met dit soort camera's uw gebit. Deze camera is bijvoorbeeld begin van dit jaar uitgebracht in Nederland. Vooral gespind op de jeugd. Deze dingen zijn ook massaal verkocht. Heel leuk kleurtje. En van deze serie zijn er diverse kleuren trouwens uitgekomen. Zelfs voor zakenmensen. Die hadden een hele mooie zilverkleurige camera. 50 jaar verschil. Ik heb hier de oudste camera uit 1948. En hier de allernieuwste uit 1999. Je ziet super gestroomlijnd, heel erg licht en verkunststof. Druk op de knop en ook bij deze heb je binnen een minuutje foto.